Weet jij alles over voetbal? Speel dan mee met de slimste fans. Met de slimste fans test je jouw voetbalkennis door dagelijks mee te spelen met een actuele voetbalquiz. Start onderlinge competities met je vrienden, speel badges vrij en stijg in het klassement. Download nu de app en speel mee met de slimste fans. Yes, leuk dat je kijkt. Het is vrijdag. We hebben genoten van de Interlands, van Louis van Gaal, van Monster Zegers op Gibraltar. Maar het is weer tijd voor de Eredivisie, de leukste competitie van Europa. Nou, zoals je misschien wel gewend bent, elke maandag op VI Pro hebben wij ons elftal van de week. En op vrijdag proberen wij vooruit te blikken. En ja, in dit geval een speciale vooruitblik, want wij pakken even het beste elftal tot nu toe erbij. Ja, en we hebben gevraagd wie wil dat samenstellen. We zijn de hele redactie overgegaan. We hebben iedereen gevraagd, van de conciërge tot de secretaresse. Niemand wilde, dus ja, hoofdredacteur Pieter Zwart moest het maar weer doen, hè? Nou ja, moest het doen. Ik heb eigenlijk gewoon gebruik gemaakt van... We geven natuurlijk cijfers. Iedere week, daar is het elfde van de week op gebaseerd. Ja, je kunt daar ook gewoon in de elfde van het jaar tot nu toe op baseren. Dus het enige wat ik hoefde te doen is kijken wie er bovenin in het klassement stonden en daar een logisch elftal van componeren. Dus dat is wat ik gedaan heb. Of dat logisch is, dat gaan we zo meteen nog even bekijken, Pieter. Daar zijn natuurlijk wel vraagtekens bij. Nou ja, daar kun je natuurlijk altijd vraagtekens bij zetten. Dat is natuurlijk ook leuk aan dit soort elftalletjes maken. Ja, je kunt er altijd over discussiëren. Van ja, wie staat er wel in, wie staat er niet in. Hoe zet je dat vervolgens neer? Dus, maar dat is ook het leuke, want het geeft wel een beeld, zeg maar, van het Eredivisie seizoen tot nu toe. Alle namen die erin staan, daar zit ook wel een verhaal bij. En ik vond op zich als geheel, dacht ik, dit is wel een elftal waarvan je kan zeggen, dit correspondeert met de Eredivisie die we tot nu toe gezien hebben. Ja, daar gaan we zo meteen even naartoe. Ik heb hier wel eens met Freek Jansen gezeten, onze Ajax-watcher. En in ieder geval zoiets van, ja, Interlandweek, het is uitzitten. En dan zelf wel kijken en dan weer lekker naar de Eredivisie toe. Hoe is dat bij jou? Ben jij ook zo iemand die nou vooral leeft voor competitievoetbal? Ik weet, je vindt buitenlands voetbal ook meer dan interessant. Ik heb genoten van de Nations League eindronde in dit geval. Maar dat is hoog niveau en veel Interlands waar je naar zit te kijken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je gewoon voetbal inhoudelijk qua niveau zit te kijken. Ik heb ook Jong Oranje tegen Jong Wils gezien. Ja, was jij ook. Natuurlijk ook. Maar ja, het is gewoon heel raar om er naar te kijken. Er wordt 5-0, ze schieten de ballen gewoon zelf erin op een gegeven moment bij Jong Wils. Dat is mooi goal trouwens. Ja, die raakt die best mooi. Die moeten ze oproepen voor Jong Oranje. Zoeken ze geloof ik dan daar een spits. Dus dat zou die zo kunnen gaan doen. Nee, ja, het algehele niveau, maar dat is natuurlijk ook logisch. Het zijn allemaal jongens die spelen niet normaal gesproken bij elkaar. Die komen dan in de Interlands, komen ze in één keer bij elkaar. Je hebt één fatsoenlijke training. En spelen dan weinig bij hun club, zeker bij die onder 21 lichting. Dat zie je bij al die landen, klopt, dat ze vrij weinig spelen. Maken we in anderhalve dag even een elftal van wat een beetje functioneert. Ja, en dat geldt voor de tegenstander ook. En dan het algehele niveau van Interland voetbal is over het algemeen gewoon lager dan van clubvoetbal. Dus ik word er persoonlijk meestal niet heel erg warm van. Ik ben blij als we straks al die clubs weer zien en dat je gewoon de voetbal op hoog niveau kan gaan zitten kijken. Dat geldt dat ook voor de Eredivisie voetbal op hoog niveau? Hebben wij tot nu toe een hoog niveau in de Eredivisie dit seizoen? Nou, het is wel een leuk seizoen tot nu toe als je het aan mij vraagt. En je ziet ook, die teams presteren natuurlijk ook goed in Europa tegen tegenstanders van het niveau Jut en Jul. Heb ik geleerd van de bondscoach Louis van Gaal afgelopen week. Dat geldt vooral voor de Conference League volgens mij. Hè? Ja, maar goed, zelfs als je naar de Conference League kijkt. Ja, Vitesse, die gaan binnenkort gaan ze naar Spurs. Die hebben tegen Stade Rennes, moet je zeggen. Stade Rennes, ja. Ja, Rennes hebben ze tegen gespeeld. Feyenoord, Slavia, Praag is ook gewoon een tegenstander van heel fatsoenlijk niveau. Ja. PSV, natuurlijk als je tegen Real Sociedad speelt. Ja, ik zit ook naar Spanje te kijken. Daar staat ook gewoon een speler voor Real Sociedad. Zie je daarin meespelen. Dus dat is gewoon een prima niveau waar die teams tegen spelen. Moura, dat is natuurlijk niet zo fantastisch. Dat moet je er ook direct achteraan zeggen. Maar over het algemeen prima niveau. En daar verhouden ze zich ook prima tot. En als je gaat kijken naar de toppers in de Eredivisie tot nu toe. Feyenoord PSV, of PSV Feyenoord, dat is natuurlijk gewoon hoog niveau wat je daar ook gezien hebt. Maar ook een wedstrijd als Feyenoord Vitesse op een andere manier. Ja. Ja, was dat ook een vermakelijke wedstrijd en prima niveau. En binnenkort zijn natuurlijk de topper tussen PSV en Ajax zit eraan te komen. Dat is ook wel iets om daaruit te kijken. En denk je ook daar gewoon weer wel voetbal van een bepaald niveau gaat terugzien. Precies, precies. En dan moet de rest van de Eredivisie moet zoveel mogelijk proberen mee te gaan in dat niveau. Laten wij het elftal maar eens even bijpakken, Pieter.
ja, Eredivisie, aanvallend voetbal. Hè? Lekker met z'n allen naar voren. En jij komt met een 5-2-3 formatie aan zetten. Een beetje meedenken met Louis van Gaal. Hè? Dat hoort er toch ook in de Eredivisie een beetje bij. Die zit toe te werken met de Nederlandse elftal. Van, nou, kan ik op die manier gaan spelen? Dus ik dacht, nou, dan kunnen we met de elftal ook in die richting werken. Dat had ook gewoon te maken met de top van het klassement. Want, je hebt gewoon te veel verdedigers, hè? Ja, Mascouille staat heel hoog in ons klassement. Timber staat heel hoog. Trauner staat heel hoog. Martinez en Blind staan ook relatief hoog. Dus ja, je komt op heel veel verdedigers uit. Bijvoorbeeld Heerkens van Willem II, die op een gegeven moment eruit is gegaan, natuurlijk met de blessure, toen Willem II ging dalen. Die staat nu ook nog hoog in het klassement. Ja. Don Skakli van PSV staat eigenlijk ook nog hoog. Dus ik had ook 7 verdedigers kunnen opstellen. Mark van der Marel mis ik nog in dit rijtje. Die staat ook gewoon in de top 20, Mark van der Marel. Dus, je haalt best wel wat keuzes uit verdedigers. En op deze manier, bijna iedereen staat ook op zijn natuurlijke positie, behalve voorin, waar we niet echt rechtsbuiten stond ons beschikbaar waren. En ook daar hebben we eigenlijk hetzelfde probleem als Louis van Gaal, toch? Ja, nee, dat komt terug. Ja, kijk, als Gakpo dat in ons elftal kan, kan hij dat misschien ook bij het Nederlands elftal gaan doen, hè? Nee, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met Anthony, die eigenlijk nog te weinig gespeeld heeft, omdat hij in het begin zat. Hij natuurlijk kwam niet terug van de Olympische Spelen en dan moet je een x aantal minuten gemaakt hebben om dan hierin te kunnen komen. Dus die valt er dan nu nog net buiten. En voor de rest, ja, Ali Gueye en Jahan Bakker natuurlijk niet een fantastisch niveau tot nu toe gehaald bij Feyenoord. Het zit niet bij de beste elf van deze competitie tot nu toe. En Noni Madueke, die heeft natuurlijk in de voorronde heeft hij heel goed gespeeld in de Champions League. Maar ook in de competitie, ja, of gerouleerd of een beetje tegenvallend gepresteerd. Dus die zit er ook niet in. Ja, en dan kom je al snel terecht anders bij spelers van AZ dan niveau 1. Want als Vitesse, ja, die spelen überhaupt niet met een rechtsbuiten. Dus ja, de keuze is nog niet bepaald reuze. Niet voor Louis van Gaal, ook niet voor ons. Ook niet voor ons. Nee, om even toch te duiden. Even Michel Abbing gevraagd van Sportsloot. Spelers moeten 2/3 van de wedstrijden hebben gespeeld tot nu toe om in aanmerking te komen voor een plekje in ons elftal. Dus vandaar ook waarschijnlijk dat Anthony er niet bij staat. Mensen die nu kijken naar deze opstelling, Pieter, die zullen waarschijnlijk heel snel zeggen van, ik zie spelers van Ajax vrij veel, van Feyenoord, een verdwaalde PSV'er en een keeper van Willem II. Waar zijn al die andere spelers? Zijn deze clubs nou zo goed begonnen dat andere spelers geen kans maken om in ons elftal te komen? Je kunt natuurlijk gewoon die hele top erbij pakken. En dan zie je inderdaad daar ook een speler als Van der Marel nog wel op niveau ertussen zitten. Alleen, het gaat uiteindelijk toch om gemiddeldes. En wat je bij die club ziet, bijvoorbeeld iemand als Seuntjes van Fortuna, die staat ook nog vrij hoog in ons klassement. Maar ja, die scoort uiteindelijk qua gemiddelde tot nu toe toch wat minder nog dan iemand als Tadić. En dat is ook wel een beetje wat je terugziet, dat het gaat in dit soort klassementen met name ook om een soort van constant presteren. En dat is natuurlijk wat de spelers in dit team consequent gedaan hebben. Ja, die halen iedere wedstrijd een hoog niveau. Verdedigers die worden natuurlijk ook in het datamodel voor een belangrijk deel afgerekend op dat je bijna kansen weggeeft. Sorry, maar leg nog even uit voor de mensen die niet elke week, ik kan me niet voorstellen, maar niet elke week ons item zien. Schandalig natuurlijk. Ja, schandalig bij Main deze. Main Pro, daar kun je alles, iedere week wordt je bijgepraat. Zo is dat. Maar het goede nieuws is niet iedere week door mij. Nee, vrij vaak wel moet ik zeggen, maar dat terzijde. Bij heel veel kranten en zo, niks mis mee, is er gewoon een verslaggever die geeft een cijfer. En dat is het cijfer dat de speler krijgt. Wij zitten allemaal op de tribunes. Jij soms, ik vaak, al mijn andere collega's. Wij geven een cijfer, maar Opta, databureau Opta, geeft ook cijfers. Klopt. En het gemiddelde daarvan is het cijfer dat uiteindelijk in de VI terechtkomt. Ja, het is 50% verslaggever, 50% het datamodel van Opta. En dus als je het hebt over verdedigers van Ajax, die scoren natuurlijk automatisch ook wel redelijk goed in zo'n model, omdat Ajax, als je naar de data gaat, is het een club die heel weinig heeft weggegeven dit seizoen tot nu toe. De keepers hebben praktisch niks te doen gehad. Ik zag zelfs een statistiekje voorbij komen dat Ajax eigenlijk nog steeds ongeveer op dezelfde plaats op de ranglijst had gestaan als ze geen keeper hadden opgesteld. Als gewoon de keepers alles hadden doorgelaten. Dus we hebben het hier al weken over keepersproblemen bij Ajax, maar ze hebben geen keeper nodig, zeg jij. In de Eredivisie hebben ze niet in iedere wedstrijd, in ieder geval, als je 9-0 wint van Cambuur, dan maakt het niet zoveel uit wie er in die wedstrijd op doel staat bij Ajax. Maar die verdedigers die komen er dan natuurlijk wel op een goede en positieve manier uit als je zo weinig doelpunten hebt weggegeven als Ajax dit seizoen. Want er zijn er 2
ja, ja, dan hebben ze ook vaak de nul gehouden. En als je Mascherini ook nog gaat kijken, ja, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Ze doen nu niet uitgebreid doen. Maar die heeft natuurlijk ook qua goals en assists, staat hij ook gewoon in de toplijstjes van de Eredivisie als verdediger. Ja, dan eindig je uiteindelijk boven Mark van der Makel. Maar moeten wij op een gegeven moment Mascherini nog wel verdediger noemen? Klopt die term nog wel bij iemand als Mascherini in de speelstijl van Ajax? Nou, niet echt. Eigenlijk, ja, het is een rechtsachter, maar hij staat vaak niet rechts en hij staat vaak niet achter. Dus eigenlijk klopt het natuurlijk al helemaal niet meer. Maar ook zelfs iemand als Timber. Ik heb zijn balcontacten tegen Cambuur gezien. Als je dat daar gaat kijken, ja, eigenlijk zijn broertje haalt bij Utrecht. Precies op dezelfde plekken heeft hij de bal als Timber bij Ajax. Dus... Waar zijn broertje als controlerende middenvelder speelt bij Utrecht. Nee, ja, precies. Ja. Dat is toch een beetje hoe die spelers tegenwoordig voetballen. En dat geldt natuurlijk ook voor zelfs voor iemand als Trauner, die dan ook hier achterin staat in het elftal. Of Boskakli, ja, die heeft natuurlijk ook een aantal keer op het middenveld gespeeld. Ja, hij staat dan ook hoog in het klassement. Ja, de enige echte verdediger die ook hoog staat in het klassement is misschien Heerkes van Willem II. Maar die gaat er binnenkort ook uitvallen als hij niet fit is. Dat gaat er vrij snel inderdaad. Even voor de mensen die nu op YouTube kijken. Ja, dit is echt heel hip. Hieronder gaat Jarno, die zit hierachter, gaat dus even een mooie video van Mascherini klaarzetten. Jongen heb je helemaal uitgelegd. Helemaal tot achter de komma. Als mensen echt niks te doen hebben, dan kunnen ze die video nog eens een keer gaan bekijken. Maar ja, een beetje uitgelegd van wat is nou eigenlijk zijn rol binnen Ajax? En hoe vult hij dat in? Eigenlijk ook als symbool voor ja, hoe een moderne respect voetbal tegenwoordig. Helder, helder. Toch wel leuk even. Toch even de enige speler die niet bij de top 3 zit, er even bij pakken. Wellen Reuter. Ja. Willem II en keepers dit seizoen. Ik denk als je de eerste wedstrijd van Willem II had gezien, dat je niet had verwacht dat er een keeper van Willem II nu in het elftal van dit jaar zou staan. Zeg maar. Het is natuurlijk een heel raar verhaal. Kijk, Conor van den Berg die heeft natuurlijk ook één wedstrijd gespeeld tegen NEC. Alles eruit gehouden in die wedstrijd. Daar ook een hoog cijfer. Nou, die komt niet uiteindelijk in deze lijst, maar die had er in principe ook nog in kunnen staan. Ja. Als hij met het gemiddelde niveau wat hij heeft, heeft alleen dan te weinig gespeeld om daarvoor in aanmerking te komen. Wellen Reuter heeft het ook fantastisch gedaan. Maar inderdaad, Brondeel en Reuter, die hebben natuurlijk een totaal. Ja, die hebben totale ketsers gemaakt en die hebben een wanfiguur geslagen. Maar Wellen Reuter heeft het fantastisch gedaan. En ook als je naar de onderliggende data gaat kijken van Willem II, ja, die presteren volgens mij op basis van de kwaliteit van de kansen, eigenlijk als de nummer 17 in de Eredivisie, die staan in het linker rijtje. Ja, dat heeft alles te maken met de keeper die gewoon ontzettend veel tegenhoudt. En dat is Timon Wellen Reuter. Maar dat is dus ook wel het belang van een goede doelman. We hebben veel gezien bij ploegen. Vaak zeg je van bij de ploegen van onder plek 5, 6 tot 18, zeg maar, als je een scorende spits hebt of je hebt een hele goede keeper, dat kan al in heel veel opzichten wel het verschil maken natuurlijk. Hè? Bij VVV hadden ze vorig jaar een spits die makkelijk scoorde, maar stond achterin weer wat minder. Maar toch, een goede keeper, daarmee kun je het verschil maken in de Eredivisie. Ja, aan het eind van het seizoen maakt het gewoon een gigantisch verschil, ja, wie je op de doel hebt. En het kan prima zijn dat Wellen Reuter ervoor zorgt dat Willem II dit seizoen veilig in de Eredivisie blijft. Want als je inderdaad gaat kijken naar de kwaliteit van de kansen die ze hebben weggegeven, dan hoort ze totaal niet te staan waar Willem II nu staat. En nu staan ze er toch. En dat heeft gewoon alles te maken met een keeper die een heleboel ballen eruit houdt voor Willem II. En wat dat betreft is het natuurlijk ook volledig terecht dat hij in dit elftal staat tot nu toe. Want hij heeft zich wel echt onderscheiden en heeft al heel veel punten gepakt voor Willem II, terwijl het seizoen pas net bezig is. Nou, heel knap. Uit de achterste linie wil ik even één iemand uitlichten. Daley Blind. Het verrast mij persoonlijk, en het zullen meerdere kijkers hebben, dat hij in het elftal staat. Want ik heb toch het idee dat het niet de Daley Blind is van, nou ja, van eerdere seizoenen. Ik vind hem nogal slordig. Hoe kijk jij naar zijn ontwikkeling dit jaar? Ja, hij is natuurlijk ook een beetje weg van wat eigenlijk zijn favoriete positie is. Links centraal, achterin in de defensie, linksback geworden. En ja, ik snap op zich wel het punt wat je maakt. Ja, dat is ook het gevoel wat ik erbij heb van, nou ja, het is nog niet helemaal zijn seizoen tot nu toe. Tegelijkertijd is Blind natuurlijk een speler die heel veel dingen goed doet. En in bepaalde, ook als je naar statistieken kijkt, is hij gewoon een speler die er structureel vaak in slaagt om ploegnoten te vinden in het laatste gedeelte van het veld. Hij is vaak degene die de paas voor de paas geeft. Dat doet hij ook dit seizoen nog steeds. Dus nou ja, hij heeft ook wat slordige wedstrijden gehad. Bijvoorbeeld toen tegen Twente uit. Dat was natuurlijk bepaald niet zijn beste wedstrijd in een shirt van Ajax. Maar ja, als je gaat kijken naar Eredivisie breed, linksbacks. Ja, Philip Max. Ja, niet het seizoen van Philip Max. Tyro Malaas, ja, die heeft bijvoorbeeld ook die wedstrijd tegen Utrecht gehad. Ja. Ja, dan zakt hij toch wel behoorlijk door de ondergrens. En dat is denk ik wel een verschil met Daley Blind. Daarom speelt hij natuurlijk ook in de Nederlandse elftal. Dat hij heeft een bepaald basisniveau wat gewoon
hoger is dan van die andere linksbacks die je zou kunnen noemen. Want ook Owen Wijndal, die heeft zo'n nou, daar moest ik aan denken inderdaad, ja. Die optredens tussen gehad. Ja, die is wat geblesseerd geweest, natuurlijk wat slecht begonnen. Komt hij nog terug? Gaan wij nog weer de Wijndal zien waar we misschien een jaar geleden van zeiden van dat is Nederland zelf dan materiaal. Is dat het laatste weekend was hij natuurlijk heel goed. Voordat we in de Interlands gingen tegen Cambuur. Dus ja, als hij die lijn doortrekt en hij heeft nu rust gehad en dan misschien is hij straks weer helemaal fit tegen de tijd dat AZ weer gaat voetballen. Ja, dan is hij ook een speler die zich weer in dit soort elftalletjes moet kunnen voetballen. Want ja, in de Eredivisie zou hij een van de betere linksback kunnen zijn. En Daley Blind, kijk, Ten Hag heeft heel veel smaak, heel veel keuzes, centraal achterin, op middenveld. Is dit nu ook een beetje zijn lot voor de rest van het seizoen, denk jij? Gewoon op de linksbackpositie, omdat hij gewoon te veel keuzes andere posities heeft? Of gaat dat op een gegeven moment wel weer gebeuren? Het grappige is dat het totaal niet te voorspellen is. Kijk, ik denk ook als je het Erik Ten Hag had gevraagd voor dit seizoen, had hij niet gezegd dat hij nu met Berghuis op 10 zou spelen. Maar dat ontstaat omdat toevallig in één keer alle nummer 10's, hè, Kudus was natuurlijk ook nog in de voorbereiding een optie, ja, die valt weg, Klaassen valt weg. En dan in één keer, ja, hij had hem een keer geprobeerd, Berghuis daar, om te kijken, is het überhaupt een optie in een wedstrijd waar ze tegen Vitesse dik voor stonden. En toen in één keer ontstond de noodzaak om hem daar neer te zetten. En dan begint het te draaien. En dan is dat in één keer de compositie, zoals ook vorig jaar, einde seizoen, ja, ook eigenlijk bij toeval met Tagliafico, die een keer afwezig was, dat in één keer daar achterin Martinez weer in het elftal kwam. Terwijl voor de winterstop iedere keer de vraag was, waarom speelt Martinez nooit? En die speelde alleen een keer als ze voor Champions League zaten en zijn spelers rust aan het geven waren. Ja, en zo valt in één keer per ongeluk dan een elftalletje weer in elkaar. En dat kan natuurlijk ook nu weer, weet je. Je hebt die Interlands gehad, straks met die Zuid-Amerikanen. Nou, waarschijnlijk dat Fico kan er niet zijn in, Martinez kan niet spelen. En dan gaat misschien in één keer Blind toch weer een keertje centraal achterin nodig zijn of op een andere plek nodig zijn. En misschien loopt dat goed. En dan valt het in één keer weer in elkaar. Ja, dat is praktisch niet te voorspellen. Ik denk dat de trainer het niet kan voorspellen en dat wij het hier aan tafel helemaal niet kunnen voorspellen. Nee, maar het grappige is, ik denk dat Arne Slot bij Feyenoord in heel veel opzichten wel weet hoe het in elkaar valt, omdat hij ook die keuzes niet heeft. Nee, totaal niet. Die weet gewoon van, ja, ik heb deze 14, 15 jongens, dat is in principe mijn basis. Dus daar moet ik het mee doen. En ja, bij Ajax, de keuze is natuurlijk gewoon reuze. Het is een veel breder palet aan spelers waar hij uit kon kiezen. En dat geldt in mindere mate voor Roger Smit bij PSV. Die heeft natuurlijk ook nog wel redelijk wat keuzes. Ja, die keuzes heeft Arne Slot niet. Dus Trauner, die hier in het elftal staat. Ja, die, als hij enigszins kan lopen en bewegen, dan gaat hij gewoon alles spelen bij Feyenoord. Want ja, er is niet echt een alternatief voor. Het enige alternatief dat ze hebben is Geertruida, die dan ook weer net terugkomt van een blessure. Ja. Ja, en die is ook weer backup voor de rechtsback. En op links is het een beetje hetzelfde met Ramon Hendricks. Ja, als er iets gebeurt achterin en ze hebben een linkspoot nodig, of nou linksback is of links centraal, dan moet dat Ramon Hendricks worden. En ja, meer keuze is er niet. Terwijl bij Ajax kunnen ze natuurlijk ook nog terugvallen op spelers zoals Rens, die onlangs nog in de Nederlands elftal speelde. Ja, dat is wel, daar zit wel wat tussen, zeg maar. Ja, nee, helder. Gaan we door naar het middenveld. Rijn Gravenberch hebben van tevoren voor dit seizoen gezegd van ja, dit is weer zijn jaar. Niet, ik ken iedere visie, heeft het laten zien. Nu ook in de Champions League. Nou, ook met collega Freek Jans over gehad. Dat meer en meer en meer zie je de ontwikkeling van Gravenberch ook op het Europese podium. Speelt ook verder naar voren. Ja. Waar hij vroeger inderdaad veel in die Frenkie de Jong posities was om die bal links van zijn verdedigers op te halen. Zie je dat hij nu veel verder vaak naar voren speelt. En dat, nou, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de positionering van Blind als linksback. Die komt dan vaak eigenlijk uit op de positie waar normaal gesproken Ryan Gravenberch zou uitkomen. En dan speelt Gravenberch verder naar voren. En ja, dat zie je dan ook alweer terug in zijn aanvallende rendement bij Ajax. En ja, die is wel echt duidelijk stappen aan het zetten in zijn ontwikkeling. En wordt ook verdedigend steeds betrouwbaarder. Ja, het is gewoon, dat zie je natuurlijk ook aan dit soort cijferklassementen. Ja, vroeger was het bij Gravenberch ook nog een beetje dat het een ene week een 8 is, een andere week een 5. En dan kom je niet in dit soort elftalletjes terug. En nu zie je dat hij structureel gewoon een 7 scoort. En dat is knap als je zo jong bent als hij nog steeds is. Dat je structureel zo'n hoog niveau kan aantikken. En dat die basis gewoon steeds hoger bij hem komt te liggen. En dat hij een betrouwbare speler is geworden voor Ajax. Ja, maar zijn wij op basis van zijn kwaliteit dan nu aan het kijken naar het laatste jaar dan van Rijn Gravenberch in de Eredivisie? Is hij zo snel aan het groeien dat los van alle contractperikelen en dat soort zaken, maar dat hij klaar is om die stap te gaan maken komende zomer? Nou ja, hij staat natuurlijk bij al die clubs op het lijstje. En tegelijkertijd zie je dat hij nu bij Nederlands Elftal bijvoorbeeld, komt hij er ook nog niet echt in. Zelfs op het moment dat er nu dat Wijnaldum bijvoorbeeld niet kan spelen, komt hij er ook nog niet
in bij het Nederlands elftal. Dat geldt natuurlijk, ja, als je naar het buitenland, naar een van die topclubs gaat. Bij al die clubs is de keuze natuurlijk heel erg groot voor een trainer. En dat is wel een afweging die hij samen met zijn zaakwaarnemer natuurlijk goed moet maken. Van, ja, als je dan die stap maakt, ja, is er dan ook daadwerkelijk perspectief om meteen te gaan spelen? Want het kan ook zijn, ja, dat je er in één keer naast valt. En dan speel je alleen nog maar League Cup wedstrijdjes. En ja, zie je er dan nog maar eens in te voetballen. En dat is voor, ja, een speler als Ryan Graafberg. Ook omdat het is natuurlijk geen speler die binnenkomt bij een club. En waarvan je weet, oké, okay, die gaat 10 goals maken en die gaat 10 assists geven. Dus het is een speler die het... de aanvalsopbouw eigenlijk versnelt. Alleen niet iemand die, ja, op basis van dat soort statistieken meteen zegt van, oh, die komt in de basis. Je moet wel een trainer hebben, ja, die een type Graafberg nodig heeft, hem met een plan binnenhaalt en echt minuten wil gaan geven. Want anders kan hij ook in één keer, ja, ernaast komen te staan. En in die zin is het, ja, altijd riskant van, ja, ga je al die stap maken? Nou, hij zou misschien ook willen gaan spelen op het WK in Qatar. Ja, als je dat wil, dan kun je misschien beter zeggen, oké, okay, blijf nog 1 jaar bij Ajax. Dan, ja, blijf je nog 1 jaar bij Ajax, speel je daar alles, heb je misschien kans. Want, ja, het is ook niet zo dat het middenveld van Nederland zo fantastisch bezet is, dat hij zich daar niet in zou kunnen spelen. Het zijn misschien basis waar Nederland op een WK maakt zo'n seizoen af en maak je dan de stap. Misschien zou dat carrière technisch qua planning wel veel beter zijn dan wanneer je nu eigenlijk als, nou ja, je hebt je vast bij Ajax in de basis gespeeld. En je bent nog bang zitten bij Nederland zelf, en je gaat dan die stap maken. Misschien is het dan nog net te vroeg. Dat is wel lekker als zijn rendement sowieso dan iets omhoog gaat. Ik denk dat hij daar dit seizoen stiekem wel aan het werk is. Ja, want kijk waar we het over hebben. Hij speelt natuurlijk ook iets verder naar voren nu bij Ajax. Dus dan zou dat op een gegeven moment ook moeten kunnen gaan komen. Dat je ook in rendement dat soort stappen gaan terugzien. En dat kan hem wel helpen. Want ja, als je inderdaad alleen een speler bent die in de opbouw belangrijk bent... ja, dan moet ook maar net daar, ja, die plaats voor zijn in het team. En dat heb je natuurlijk ook met Frenkie de Jong bij Barcelona gezien. Ja, dan is bijvoorbeeld daar al een Busquets aanwezig die daar de opbouw doet. En dan, ja, wordt er toch een beetje geconstrueerd een plekje voor jou gezocht. En dat is toch lastig. Voor het weet zij ergens aan de buitenkant, hè? Nou ja, precies. Ik ben denk ik rechts buiten. Ja. Ja, dus zo is, ja, dat kan een Graafberg ook overkomen. Want ja, het is niet dat allerlei clubs in Europa dat ze nog geen controlerende middenvelder hebben. Ja, je kunt al die clubs langslopen. Ja, dat loopt een Jorginho, dat loopt een Rodri. Iedereen heeft daar natuurlijk al een speler en een optie. En om je er dan in te voetballen, ja, dat is niet zo heel erg makkelijk. En ik denk dat hij het beste is eigenlijk in een team wat met 2 controleurs speelt en dat er eigenlijk iemand bij staat die meer de balafpakker is. Ja. En dan moet ik maar een club zien te vinden die op die manier speelt en op die manier voetbal. Want er zijn natuurlijk best wel veel clubs die dan of met 3 achterin spelen en dan 2 controleurs, of clubs die spelen juist in een systeem met 1 controlerende middenvelder. Ja, waar is dan de plaats voor Ryan Graafberg? Ja, het is allemaal nog niet per se uitgemaakte zaak dat als hij een stap maakt naar de absolute top, dat je dan meteen gaat spelen. Nee, helder. Dus die kan dit seizoen in ieder geval nog gaan werken aan rendement. En misschien met oog op het WK wat langer blijven. Hij staat middenveld in ons elftal, samen met Kukcu. Ja, wel een beetje vals gespeeld hierbij. Oké, leg het maar even uit, Piet Zwijs. Je hebt vals gespeeld. Ja, je pakt natuurlijk de gemiddeldes van de cijfers. En het zit bij die middenvelders best wel dicht bij elkaar. Dus je had in theorie had je bijvoorbeeld ook nog Boskakli op deze plek neer kunnen zetten. Die prima seizoen draait. Maar die natuurlijk ook centraal achterin veel gespeeld heeft. Dus dat is altijd een beetje in dubio. En Edson Alvarez, die scoorde geloof ik net 0,01 of 0,02. Scoorde die hoger dan dat Kukcu scoorde. Dus de conclusie is nu eigenlijk dat het elftal wat wij hier hebben niet klopt. Nou ja, je had ook Edson Alvarez hier neer kunnen zetten. Maar ik vind op zich dat Kukcu ook wel een goede aanspraak hierop maakt. En als het dan een beetje vergelijkbaar is, dan is het ook wel... Nee, anders heb je hier straks een heel Ajax-elftal zitten. Omdat Alvarez een keer een balletje erin gekopt heeft tegen FC Groningen. Dus het is ook wel leuk om een keer een speler als Kukcu juist positief uit te lichten. Omdat het ook wel een speler is die dit seizoen echt een stap voorwaarts gezet heeft in zijn ontwikkeling. Nou, neem ons even mee. Waar zit die stap in? Ja, hier zie je het eigenlijk terug. In de verschillende seizoenen van Kukcu. En je ziet eigenlijk dat hij veel meer bij het spel betrokken is. Dus qua balcontacten, dat is bijna verdubbeld. Het aantal passes is bijna verdubbeld. En ook het aantal passes succesvol op de helft van de tegenstander is ten opzichte van voorgaande seizoenen bijna verdubbeld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de nieuwe rol die hij bij Feyenoord heeft gekregen op het middenveld. Want ook qua balveroveringen en allemaal dat soort statistieken is hij enorm de lucht
ingeschoten. Een aantal meters. Meters, dat, ja, dat las ik ook, ja. Ja, is natuurlijk niet openbaar, die data. Maar dat is ook wel bekend dat hij daar enorm de lucht in is geschoten. Ja, hij is op heel veel vlakken is hij zich gewoon spectaculair aan het ontwikkelen als voetballer. Even terug naar de basis. Vorig jaar onder Dick Advocaat, nu onder Arne Slot. Hoe is zijn rol veranderd? Wat moet hij anders doen dan afgelopen seizoen? Ja, vorig seizoen was hij natuurlijk vaak één van de twee aanvallende middenvelders. Daarvoor werd hij soms nog gezien als een nummer 10. En eigenlijk hij heeft veel meer een rol gekregen die vergelijkbaar is met die van Ryan Gravenberch bij Ajax. Dus meer ja, terug als controlerende middenvelder, spelmaker voor de defensie. En daar eigenlijk het eerste aanspelstation zijn dat die ballen bij die voorwaartse kan krijgen. En dat betekent ook dat verdedigend meer van hem gevraagd wordt in hoe hij dat vervolgens op gaat pakken. En ja, dat moet ik zeggen, als je dat vergelijkt met het begin van het seizoen, toen je hem, nou, die wedstrijd tegen Drita bijvoorbeeld, ik kreeg ook gewoon een paar kansen dat hij en Toornstra bij een simpele afvallende bal, dat ze dan niet goed staan om die ruimte voor de verdediging goed te bezetten. Ja. Ja, als je dat vergelijkt met hoe die dat nu doen, dan zie je dat hij een gigantische progressie maakt in zijn spel. En tegelijkertijd zie je dat 3 wedstrijden per week gezien, wat ook fysiek dat van hem vraagt. Ja, dat lastig is, dat zo'n wedstrijd tegen Slavia, waar die dan in de eerste helft, denk je, er zijn 3 kuxjes op het veld gegeven. Overal, hè? Dat hij overal te vinden is in zo'n duel. Ja, zie je dat op een gegeven moment na 3 kwartier of eigenlijk een uur, dan is die pijp helemaal leeg en dan wordt hij steeds slordiger en dan, ja, dan valt het ook gewoon nog ver terug. Terwijl het moeilijk is om dat ja, 3 keer per week te brengen, die hoge intensiteit. Dus dat is nog een ontwikkelpunt. Inhoud creëren eigenlijk. Ja, inhoud creëren. Maar wat dat betreft heb je als club ook altijd te maken met de context. Wat in het geval van Kukçu is. Ja, die is naar het EK gegaan met Turkije. Speelde er niet. Nou, die trainde nauwelijks. Dus die jongen komt gewoon met een totale conditionele achterstand. Vanwege een mislukt EK komt hij daar binnen. Ja, daar moet je dan. Vervolgens als trainer zeg je, oké, je komt binnen met de conditionele achterstand en je moet eigenlijk het dubbele gaan doen. Ja, maar het is toch heel gek. Je zou toch juist zeggen dat die jongens die naar het EK gaan, die hebben heel veel meer trainingsarbeid dan die jongens die gewoon wekenlang vakantie hebben gehad. Je zou toch juist zeggen dat die gasten een voorsprong hebben. Je traint elke dag met je elftal. Bij Nederland zelf al, de jongens die op de bank zaten, die trainen dan daags na de wedstrijd volle bak. Om toch de prikkels te krijgen. Ja, toch begon ook Ten Hag daar natuurlijk over. En ook bij Feyenoord waar dit wel de geluiden. En dat is natuurlijk bij Turkije. En nou ja, dat was natuurlijk al sowieso geen fantastische EK wat die gehad hebben. Klein beetje chaotisch ook, hè? Ja en bij dat soort ja, landen dan is misschien voor de nummer 15 en nummer 16 in de selectie is er wat minder oog in de conditionele opbouw. En ja, dat zagen ze wel echt terug bij Feyenoord. Toen hij terugkwam, dat hij nadelige effecten ondervond van een EK waar hij er gewoon in de selectie een beetje bij heeft gehangen. Oké, helder. Dus daar wordt nog aan gewerkt, zeg maar. Nou ja, je ziet hem iedere week, zie je hem fitter worden. Alleen, ja, het is nu inderdaad 3 keer 90 minuten dit doen. En tegelijkertijd, als je in de statistieken ziet dat hij dubbel zoveel doet en dat hij veel meer gaat lopen, veel meer op hoge intensiteit gaat lopen, ja, is het ook wel logisch dat de pijp op een gegeven moment een beetje leeg is. Als je en meer gaat doen en op een hoger tempo, ja dan vraagt dat gewoon veel van de speler. Ja, oké. Dan kijken of hij zich daarin kan ontwikkelen en of dat hij misschien in de winterstop even aan het infuus moet om bij te tanken. Dat ze goed in de gaten houden bij Feyenoord. Wij gaan naar onze voorste 3, Pieter. Dat vind ik een mooi rijtje. We hebben ook mooi de traditionele top 3 hebben we daar vertegenwoordigd. Laten wij aan de rechterkant beginnen. De man die het liefst aan de linkerkant staat. Ja. Zoals net benoemd, we hebben weinig rechtsbuiters. Dus vandaar. Ja, als iemand goed aan het seizoen begonnen is, die kwam terug bij PSV, Cody Gakpo. Bij Nederlands Elftal mee geweest naar het EK. Zijn debuut gemaakt. Ik was daar toen en echt als een kleine jongen zo trots op het feit dat hij, hij had bijna niet gespeeld, maar dat hij toch zijn debuut had gemaakt voor het Nederlands Elftal op een EK. En die is werkelijk uit de startblokken geschoten bij PSV. Klopt. Heel even natuurlijk een moeilijke periode gehad toen hij bij Oranje terugkwam vanuit het blessure. Dat het toch even een moeizamere week was. Maar voor de rest heeft hij consequent gewoon een heel hoog niveau gehaald. En ook een heel hoog rendement gehaald. Met name ook in assists schiet hij dit seizoen echt de lucht in. Dat hij wat dat betreft nog beter is gaan presteren. Waarbij ook spelervattingen een ding zijn. Hij heeft best wel wat assists al gegeven uit corners. Waar hij die voorheen niet altijd überhaupt mocht nemen. Nu vaak rechts uitdraaiend mag hij ze nemen. En daar zijn ook al best wel een aantal doelpunten uitgekomen. En die trap van hem, ja, dat is wel echt een gigantisch wapen. Het is nu natuurlijk een beetje de vraag van hoe die terug gaat komen vanuit die hersenschudding. Je moet een 9 stappenprogramma vanuit de FIFA. Dus ja, eerst individueel trainen. Nou ja, je moet geloof ik dat hele protocol doorlopen. Dus nou ja, dus even afwachten van wanneer we hem weer
op het veld gaan zien bij een eerste elftal van PSV. Nou ja, op zich ja, heeft een ongelooflijk hoog niveau gehaald. Maar ik ga heel even filosoferen met jou. Hè. PSV heeft natuurlijk de laatste jaren best wat goede aanvallers afgeleverd. Van Memphis, maar voor de vorig jaar Malen bijvoorbeeld. Maar als ik dan Gakpo zie, die heeft snelheid, die heeft een actie, die heeft een geweldige trap. En we weten allemaal dat het mentaal ook ontzettend goed bij hem zit. Hè? Het is wel iemand die echt voor de sport leeft, die laat zich niet gek maken. Dat is nou zo'n jongen van ik zeg van die zou nog wel eens dat volgende stapje echt kunnen gaan maken. Waar, ja, enorme potentie. Echt potentie, hè? Ja, ook als je tenminste hè, als je bij PSV vandaan hoort wat er gevraagd wordt van die buitenspelers op die positie. Dat eigenlijk de spelers zijn die de meeste meters op hoge intensiteit leveren daar op die posities aan de buitenkant in het systeem van Roger Schmidt. Ja, dat is natuurlijk iets wat hij dus ook kan, fysiek Gakpo, dat hij ook die meters terug iedere keer kan maken. En dan, als je dat ook nog koppelt aan rendement, ja, dan heb je een heel compleet pakket bij een speler. En ja, alle scouts die kijken natuurlijk op die manier van, kun je die meters terugmaken? Kun je aanvallend van waarde zijn? Nou ja, is natuurlijk ook nog vrij veelzijdig. Er wordt bij PSV natuurlijk ook veel over gesproken van, komt hij misschien uiteindelijk in een centrale rol terecht? Tijdens wedstrijden zie je hem soms ook in één keer als een beetje tweede spits spelen of juist als meest diepe spits. Dus daar heeft hij ook een bepaalde veelzijdigheid in. Ja, en dan heb je wel een heel compleet pakket wat jij als club koopt op het moment dat jij Cody Gakpo in huis haalt. Dus ik denk dat dit een heel gewild transferobject gaat worden. Maar wij vergelijken graag, hè? Want ik noem het Memphis, ik noem Malen. Komt hij in dat rijtje? Kan hij daar misschien wel bovenuit steken? Hoe schat jij dat in? Ja, is lastig. Ik denk dat Gakpo heeft natuurlijk, dat heeft hij vorig jaar ook gehad, dat hij een tijdje met de spierblessure eruit was. Nu had hij natuurlijk ook even daar wat problemen. Dat zie je natuurlijk vaker bij explosieve spelers, dat op een gegeven moment een dingetje wordt met die blessures. En dat houdt natuurlijk zo'n speler ook op een gegeven moment een beetje tegen. Dus ik denk, ja, voor hem is het belangrijk dat hij een heel seizoen eigenlijk behoorlijk fit kan blijven en dat hij ook dan consequent een hoog niveau haalt. Want als je het hebt over Memphis, in het jaar voordat hij wegging naar Manchester United, waar hij het uiteindelijk niet haalt, maakt hij PSV praktisch in zijn eentje kampioen met een gigantisch rendement waarmee hij ook nog topscorer van de Eredivisie wordt. Ja, dat is nog niet iets wat Cody Gakpo heeft laten zien. Dus ja, dat is wel het level waar je dan nog naartoe moet voordat je daar echt over kan gaan spreken. Want je ziet natuurlijk nu ook bij Malen, bij Dortmund, die komt ook nog niet binnen als de vaste basisspeler. Niet gearriveerde jongen als je binnenkomt. Je komt precies binnen. Precies, en dan word je gebruikt op een positie wat niet jouw ideale positie is. En moet je toch een beetje daarnaar schikken. En dan kom je op een lastige manier binnen. En als je echt binnen wil komen bij zo'n club als zijn van ik ben meteen de eerste man. Ja, dan moet je wel in de Eredivisie ongelooflijke prestaties laten zien. Wil je dat van elkaar krijgen? Helder, gaan we zien. Eén speler waarvan we de indruk hebben dat hij niet meer vertrekt uit de Eredivisie. Dat is de spits in ons elftal, Dusan Tadic. Of dan Barcelona aan hem trekt, clubs in Italië. Dusan, want to pak schaal, hè? Om onze podcast ook nog even te promoten. Precies. Zo zijn we ook alweer. Staat hier in de spits, daar heeft hij dit seizoen relatief weinig gespeeld. Want Haller is gewoon de eerste keuze. Die staat niet in ons elftal, want die heeft gewoon te veel kansen gemist. Dat is een beetje wat eromheen hangt hè? Bij Haller als discussie. Ik zag dat de Ajax-fans die zijn er ook weer druk mee bezig. Van mist hij nou wel of niet voor kansen? Hij zit geloof ik ongeveer rondom zijn expected goals. Nou, dan kun je discussiëren bij spits van Ajax. Is dat goed of is dat niet? Goed? Zou die daarboven moeten zitten omdat je spits van Ajax bent? Nou ja, precies. Daar kun je een hele boom natuurlijk over opzetten. En tegelijkertijd, wat we ook weten is van het gegeven dat je überhaupt in goede posities komt, dat is eigenlijk de beste voorspeller. En dan is het wel handig inderdaad als je daar ook structureel op een goede manier mee omgaat. Nou, dat is dan op dit moment bij hem nog gemiddeld. Dus dat is een ruimte voor verbetering. Maar om terug te komen op Dusan Tadic die in het elftal staat. Ja, dat is ook typisch een speler die altijd in deze klassementen hoog scoort. Maar dat is een speler op leeftijd. Daarvoor weet je, je hebt niet die enorme pieken, je hebt niet die enorme dalen. Maar iedere wedstrijd, ook als hij thuis tegen NEC speelt, dan heeft hij altijd een goaltje, altijd een assist. Maar dit is toch Mr. Constant? Dit is toch, deze man levert toch altijd. Maakt hem ook niet uit volgens mij of hij in de Arena speelt, of in Sittard, of in Nijmegen. Die levert altijd. Ja, het krankzinnige aan Tadic is, zelfs als je op een gegeven moment denkt, zit hij nou lekker in? Heeft Tadic nou wel zijn vorm te pakken? En dan altijd als je de cijfers erbij kijkt, denk je, hij staat toch wel weer, op de een of andere manier staat hij weer
in de top van het doelpuntenklassement en de top van het assistklassement. Ja, hij levert gewoon altijd, haalt altijd rendement. En hij doet ook altijd tactisch in de discipline de taken die hij moet uitvoeren. Ja, hij is gewoon een ontzettend constante speler. Hij heeft natuurlijk ook gewoon met leeftijd te maken. Dus als je ons elftalletje erbij pakt, los van Kuktu en Gravenberg op het middenveld. Je ziet ook een heleboel spelers. Ja, Timber is natuurlijk nog een relatief jonge speler. Sinistera. En Gakpo Sinistera ook. Maar heel veel spelers inderdaad. Blind, Martinez, Trauner, wat natuurlijk ook een hele goede aankoop is voor Feyenoord. Wat juist zo constant is. Mascherini doet al een tijdje mee. Ja, dan zie je ook spelers op wat hogere leeftijd die gewend zijn om iedere week een bepaald basisniveau te halen. En dan kom je in dit soort elftalletjes terecht. Ja. En niet eens in de ene week als het fantastisch is en de volgende week wat minder. Pak een beetje Nodi Madueke. Ja, die speelt wedstrijd. Het is een 9 en dan de week daarna kan het weer een 4 of 5 zijn. Burg zorgt voor mij vorige week, was hij bijna speler van de week bij ons. Ja, is ook zo'n speler. Dat is alles. Of dat is niet. En als je in dit soort elftalletjes wil staan, dan moet je iedere week een hoog niveau halen met af en toe een uitschietertje naar boven. En Tadić is zo'n speler. Ja, die dat doet, die gewoon zo constant een ontzettend hoog niveau weet te halen in de Eredivisie. Dat zelfs als hij voor zijn doen slecht speelt, dat hij nog steeds een enorme bijdrage heeft aan het team. Zijn waarde voor Ajax. Wat ik wel knap vind, je hebt het dan over de veel ervaren spelers die erin staan. Luis Sinistera staat in ons elftal. We weten allemaal dat hij jongen talentvol is. Dat hebben we eerder al gezien, dat zien we nu ook weer. Maar het bleek dus ook dat hij constant bezig is dit seizoen. Anders haalt hij dus zijn plek niet aan de linkerkant in ons team. En een ongelooflijk rendement. Alle doelpunten en assists bij elkaar opgeteld. Volgens mij is hij nu al bezig aan zijn productiefste seizoen ooit. Voor Feyenoord, Luis Sinistera. Als je ook die wedstrijd in de Conference League erbij pakt. Ja, dat is wel veel zeggen. Je ziet een totaal andere Sinistera dan in het vorige seizoen. Want je zag altijd, hij kan wel dribbelen, hij kan wel een mannetje passeren. Maar het was altijd, aan het eind van het seizoen ging je kijken naar Sinistera. Nou, we hebben net over Tadić gehad. Die zet altijd 10 goals, 10 assists, minimaal. Als je Sinistera ging kijken, 3 goals, 4 assists. Weet je, dat soort aantallen. Ja, is niet echt wat je verwacht van een linksbuiten van Feyenoord. En nu in één keer maakt hij een gigantische sprong in rendement. Maar dat vind ik wel leuk, want dan is het Arne Slot komt daar binnen. Arne Slot heeft een eigen voetbalvisie, eigen idee ook wat hij van spelers wil. Jij kent Arne Slot natuurlijk goed. Ik weet dat je het laatst ook bij Feyenoord langs bent geweest om je te verdiepen in wat ze daar ook in de jeugdopleiding aan het doen zijn. Maar Sinistera is typisch zo'n projectje volgens mij van Arne Slot en de technische staf. Van die jongen heeft potentie, daar gaan we weer aan de slag. Wat hebben ze gedaan eigenlijk? Nou ja, je kunt het in de statistieken zien dat dit is het bewijs eigenlijk dat de voetbalvisie van Slot op dit aspect werkt. Waar het natuurlijk bij Feyenoord iedere keer over ging. Vorig seizoen was de discussie van moeten ze nou verder naar voren gaan spelen of moeten ze dan niet gaan doen. Slot, die zei dat kan. Ook met deze spelers geloof ik dat dat mogelijk is. Waar advocaat zei, we moeten verder terug. En eigenlijk is Sinistera de speler die het meeste baat heeft gehad bij de hele aanpak van Slot. En dat zie je terug in deze cijfers. Links zijn zijn balcontacten vorig seizoen en rechts zijn zijn balcontacten dit seizoen. En dan zie je de percentages erbij en hoe roder het is, hoe meer balcontacten. En eigenlijk wat je hier terug ziet, is dat Sinistera 20 meter verder naar voren dan vorig seizoen zijn balcontact heeft. Dus wat levert dat op? Hij komt vaker in situaties waar hij iemand kan passeren en direct richting een assist of richting een doelpunt kan gaan. Hij komt vaker in het strafschopgebied van de tegenstander aan de bal. En dat levert uiteindelijk op dat hij komt ook nog vaker in situaties waar hij kan gaan dribbelen, wat natuurlijk zijn grote kwaliteit is. Ja. En dat alles levert natuurlijk op. Ja, als jij iemand passeert op de middenlijn, en zeker met Sinistera zijn fysiek, word je op een gegeven moment ook weer ingehaald. Als je iemand passeert in de 16 van de tegenstander, dan kun je meteen richting rendement gaan. En dat maakt het grote verschil tussen Sinistera voor seizoen en Sinistera dit seizoen. Hij speelt gewoon 20 meter verder naar voren. En dus is hij veel belangrijker in doelpunten en assist geworden voor Feyenoord. Maar dan ga ik even namens Dick Advocaat proberen te praten. Die zei dus dat het defensief niet kon zo ver naar voren spelen. Hoe heeft Slot dat opgelost? Is het zo dat Sinistera ook heel veel meer arbeid naar achteren doet? Of heeft hij dat opgelost met andere spelers achter hem die misschien wat meer werk verzetten? Het heeft gewoon te maken met hoe zij volgens ons team georganiseerd. Kijk hoe Advocaat het deed. Het was een beetje mandekking georiënteerd. En Sinistera, als de rechtsback van de tegenstander opkwam, moest Sinistera helemaal mee. Als Sinistera zag in de wedstrijden tegen Ajax, dan speelt hij gewoon als linksback. Als tweede linksback naast Malaysia om maar helemaal mee te gaan daarmee. En dat is een heel groot verschil met dit seizoen, waar Feyenoord speelt meer bol georiënteerd, zoals dat dan heet, vanuit de zone. En dan is eigenlijk de taak van Sinistera niet helemaal achter die rechtsback aan, maar eigenlijk vooruit druk ontwikkelen op het moment dat de situatie zich voordoet richting bijvoorbeeld de rechtercentrale verdediger. En als dan Feyenoord de bal verovert, zie je ook terug, dat dan is die rechtsback
is weg. Sincere heeft zo best een paar doelpunten ook dit seizoen gemaakt. Dat die rechtsback van de tegenstander weg is. Feyenoord verovert de bal. En dan kan Sincere in de rug van die rechtsback weggestoken worden. Ja, vorig jaar moest je dan zo'n grote afstand overbruggen. Dat dan niet kon. Voordat het gevaarlijk wordt ben je alweer 3 stappen verder. Nou ja, exact. En tegelijkertijd, kijk, als je het advocaat zou vragen, zal hij misschien zeggen. Ja, maar we hebben ook die wedstrijd gezien tegen Vitesse dat ze dat niet winnen. En tegen Utrecht de lastige uitwedstrijden tot nu toe dit seizoen heeft Feyenoord nog niet die punten gepakt. Nou, natuurlijk wel een fantastisch resultaat gehaald tegen PSV. Ja, dus je kunt daar natuurlijk nog een beetje over discussiëren. Maar ik denk dat je met name bij Sinisterra terugziet van oké, dat dit oplevert waarvan Slot iedere keer tegen zijn spelers gezegd heeft van nou, dit gaat het opleveren. Namelijk, ja, we komen vaker op de helft van de tegenstander. Jij komt vaker in posities waar jij die in kan doen waarin jij beslissend kan zijn. En ja, bij Sinisterra zie je dat bij uitzet terug. Ja, vorig jaar had je bij Feyenoord Berghuis belangrijk met doelpunt en assist. Voorafgaand in deze programma spraken we wel even met elkaar over Berghuis. En toen zei hij, als Steven Berghuis bij Feyenoord was gebleven, onder Arne Slot, was zijn rendement misschien nog hoger geweest dan vorig jaar? Ja, dat denk ik wel. Kijk, om dezelfde argumentatie als dit. Kijk, als dit werkt voor Sinisterra, dan werkt dat natuurlijk ook voor Steven Berghuis. Dat hij hoger op het veld. Dat is natuurlijk ook oké dat Berghuis voor zijn iedere keer zat te zeiken dat hij eigenlijk wilde dat Feyenoord verder vooruit ging spelen. Hoeft hij minder vaak terug. Dat is als lekker. Als een extra rechtsback. En krijgt hij vaker de bal in de zones waar hij beslissende dingen kan doen. Dus logischerwijs zou je kunnen aannemen dat ook het rendement van Berghuis vooruit gaat op het moment dat jij als ploeg vaker op de helft van de tegenstander speelt en meer rondom de 16 aanwezig bent. Ja, het maakt niet uit over welke aanvaller we praten. Brian Linssen, ja, het rendement gaat ook omhoog op het moment dat hij vaker in de 16 te vinden is. Ja, zo simpel is het. Zo makkelijk is het dan. En ook voor iemand als Guus Til geldt dat natuurlijk. Maar dat betekent wel inderdaad met name op de helft van de tegenstander dat ze dan ja, vaak meters op hele hoge intensiteit moeten gaan afleggen. Want vorig jaar liepen ze misschien dan meer dit soort spelers, maar was het ja, op een wat lager tempo. En nu moeten ze ja, wel sprinten op de helft van de tegenstander om dan die bal te veroveren. En dan meteen vooruit sprinten om gevaarlijk te kunnen worden. Dus er wordt iets anders van gevraagd. En voor Sinisterra is dat het ei voor Columbus gebleken. Ja, kennelijk. Nou, dat is een mooie start. Feyenoord 7 wedstrijden onderweg in de Eredivisie. En ja, uitstekende cijfers. En ook 3 Feyenoorders in ons elftal. Daarmee hebben we ons elftal rond, Pieter. Vraag aan jou, dat weet jij niet, want ik heb die statistiek heel gehad. Wie is de trainer van ons elftal tot nu toe? Nou, ik dacht eerst dat het zou misschien Slot kunnen zijn. Maar jij verklapte al dat die het niet was. Fred Grim. Fred Grim, je hebt wel de nummer 2 en 3 in ons klassement. Arne Slot heeft gemiddeld een 6,86. Fred Grim 6,75. En een nummer 1 in ons klassement, trainer. René Haken misschien? Dan heb je de nummer 4 ook nog te pakken. Nummer 4 ook nog te pakken. Erik ten Hag. Erik ten Hag gewoon. Erik ten Hag, ja, die staat op een bijna op een 6,9 na 8 wedstrijden. Dat is wel een heel aardig getint soortje eigenlijk allemaal, hè? Ja, maar kijk, op basis van de meeste resultaten, dan zullen we even de wedstrijd tegen Utrecht wordt dan bijna vergeten, de laatste wedstrijd. Maar ja, en Twente. En Twente, ja. Maar om aan te geven, over de hele lijn natuurlijk gewoon goed gepresteerd met goed voetbal, dan kom je erin. Wel leuk even, natuurlijk ook even gekeken naar de trainers die wat lager staan. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat Smit maar 4 trainers onder zich moet dulden in de Eredivisie. Hij heeft gemiddeld een 5,88, net lager dan Danny Buijs van Groningen. Hoge cijfers trouwens voor bijvoorbeeld Kees van Wonderen. Natuurlijk ontzettend goed doet met Go Ahead Eagles. De onderste, nou, laat ik zeggen, wie is laatste? Wie staat laatste? Ik weet niet wat voor cijfer Henk de Jong heeft gekregen voor die 9-0. Maar die heeft daar natuurlijk wel wat wedstrijden gewonnen. Dus ik denk niet dat hij helemaal onderaan zal staan. Ga je stekken of ik denk onderaan dat de trainer van PEC Zwolle, Art Langeler. Ja, maar die kijkt niet naar de ranglijst, heb ik begrepen. Dus dat nee, maakt dat uit. Maakt niet uit. Nee, dat zijn in het begin van het seizoen bij ons inderdaad. Dat hij niet naar de ranglijst keek. We moesten PEC Zwolle niet beoordelen op de ranglijst. Maar PEC Zwolle staat onderaan. En inderdaad, Art Langeler met een gemiddelde van 5,3. Ook onderaan, net onder een ledge van Vitesse. Want we hebben het nu over de spelers die het goed doen. De clubs die het goed doen. Overigens geldt voor PEC wel. Even ter verdediging van Art Langeler. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou doen. Maar dat PEC Zwolle in onderliggende cijfers zijn ze nog niet zo ontzettend slecht als dat ze nu lijken. Ja, maar het is voetballend ook helemaal niet zo slecht. Ik heb PEC Zwolle veel zien spelen. Alleen, het is voetballend best wel leuk. Maar dan houdt het wel ergens op. Je moet ook doelpunten maken. Je moet ook spitsen hebben en mensen die doelpunten kunnen maken. Ja, ik zag dat hun spits Tadić, dat is bijna de speler dit seizoen die
het vaakst een doelpoging ondernomen heeft in de Eredivisie. Volgens mij stond hij tweede of derde in dat klassement. Maar wel vanaf extreem slechte locaties. En vaak werd zijn schot geblokt of ging ernaast. Dus het gaat überhaupt al bijna niet op doel. Ja, ik denk dat een beetje het probleem van PEC Zwolle samengevat is. Ze komen tot 25 meter voor het doel. En dan schiet Tedis mis. En dan, daarom sta je onderaan in de Eredivisie. Ja, dat doet wel pijn. Nou, dat leuk, je maakt zelf een bruggetje. Ik heb ook even gevraagd naar de 10 slechtste spelers tot nu toe. Staat hij daarin? Hij staat laatste. Ja, nou ja, als je zo vaak misschiet, dan snap ik wel dat je laag komt in het klassement. Want ja, ook op basis van data worden natuurlijk die spits ook een beetje beoordeeld. Is een belangrijk argument voor aanvallers van ja, in hoeverre slaag je erin om kansen om te zetten in doelpunten. Ja, als jij bijna de meeste doelpogingen hebt van de hele Eredivisie, je hebt nog geen doelpunt gemaakt, dan... Dat ga je terugzien. Ik denk dat het datamodel van Opta dat ze niet zo blij met hem zijn. Nee, precies. Nee. En dan hoeft Lentin Godijk, die bij ons PEC Zwolle volgt, ook niet alleen maar lage cijfers te geven. Dat doet Opta dan ook wel een beetje. Opvallend, Strieder staat ook bij die laatste 10. Maar ik zie heel veel spelers van Sparta Rotterdam erbij staan. Awassar, Van Krooi, Heilen. Moeten we wel zorgen maken om Sparta Rotterdam misschien wel dit seizoen, Pieter? Ja, die zijn natuurlijk niet geweldig begonnen tot nu toe, Sparta. Het is tot nu toe natuurlijk met Vreeser een team geweest wat er structureel in slaagde. Eigenlijk vanuit een hele realistische spelopvatting om iedere keer die punten ja, toch binnen te halen en uiteindelijk resultaten te halen. Nou, dat zag je natuurlijk in die laatste wedstrijd tegen PSV. Dat ze dat weer op die manier probeerden. En ik denk ook dat dat voor Sparta misschien de enige weg is dit seizoen. Dat je gewoon wat realistischer weer gaat voetballen. En ja, misschien wat minder snel weer die opbouw zoekt van achteruit. En ja, wat sneller, directer. Nou ja, ze hebben natuurlijk met die een fantastisch aanspelpunt. Ja. En Mega zou er omheen kunnen spelen. Ja, dat je toch weer daar een concept bij moet gaan zoeken. En op die manier je puntjes moet gaan binnenhalen. Want ja, ik denk dat het op de verzorgd voetbalmanier proberen. Dat hebben ze natuurlijk een beetje. Dit seizoen zijn ze op die manier begonnen. Dat wat lastiger is voor Sparta. Ja, de onderste twee ploegen degraderen. Op dit moment, hè, pak je glazen bol er eens bij. Welke twee ploegen, denk jij, die gaan volgend jaar richting de vrijdagavond, richting de keukenkampioendivisie? Nou, ik PEC Zwolle, daar heb ik wel een matig gevoel bij. Ze zijn natuurlijk ook wel echt slecht begonnen. Even denken voor dat tweede team, wat je daar dan bij zou kunnen verwachten. Waar zou jij op inzetten? Ja, ik heb Sparta niet heel hoog zitten. Ik moet ook zeggen dat RKC Waalwijk ben ik ook nog niet kapot RKC, van. RKC, die verwacht ik ook wel inderdaad dat die nog wel een stukje gaan dalen. De onderliggende data is daar ook niet fantastisch van. En Fortuna zit natuurlijk ook wel gewoon... Je hebt gewoon een selectie niet, voor mijn gevoel. Ja, die zit in een hele moeilijke situatie natuurlijk daar met dat elftal. Hebben heel weinig opties. Ja, die moeten een beetje geluk hebben dat als op een gegeven moment Fleming bijvoorbeeld terugkeert. Ja, dat je dan weer iets krijgt en... Dat op een gegeven moment, ja, die hebben een beetje een pekprobleem ook. Je geeft natuurlijk ook veel weg. Hebben achterin ook niet ontzettend veel keuze. Maar ook met het kansen omzetten in doelpunten. Ja, Seuntjes, die staat ook heel hoog in ons klassement. Ja. Is de enige, maar voor de rest, ja, daarvoorin. Daar kun je eigenlijk niks van verwachten van de spelers die daar staan. Ja, maar bij Seuntjes heb jij een theorie, toch? Want je hebt ook de statistieken van de keukenkampioendivisie. Ja, daar staat Ralf Seuntjes, staat daar ook gewoon hoog in de top van het klassement. Dus ik denk dat ze dat datamodel van Opta, dat hebben ze helemaal doorgrond. En die manipuleren op die manier wedstrijden. Het is een de soort, familie Seuntjes. Ja, spelersbeoordelingen fixen het eigenlijk. Dat je ervoor zorgt dat je daar gigantisch hoog op scoort. En ja, als je zelfs corners begint binnen te schieten, dan werkt dat natuurlijk allemaal wel mee. Ik denk dat we de knippingen van Duren misschien maar eens hierop moeten zetten hoe dat precies zit, hoe dat gefixt wordt dan. Maar dat valt dan wel op inderdaad, dat ze dat niet hebben. Wat ik dan nog wel opvallend vind, is dat wij het nu niet hebben over promovendus NEC, promovendus Go Ahead Eagles en promovendus Cambuur. Ja, Cambuur zie je met name natuurlijk in thuiswedstrijden, dat zij heel erg profiteren van dat is een team. Er is een duidelijk idee over voetballen en dat is er ingeslepen en ja, dat levert gewoon nu al punt op. Bij NEC vind ik een hele goede realistische trainer die daar zit met Rogier Meijer. Nou, dat liet hij nog niet zien in die eerste wedstrijd in de Arena. Toen wisselde hij op een gegeven moment wel, toen met 5 verdedigers. Een snelle leerling. Een snelle leerling inderdaad. En zo is hij natuurlijk ook die play-offs doorgekomen door gewoon daar 5 verdedigers neer te zetten en maar gewoon te kijken hoe kunnen we met dit team het resultaat eruit slepen. En ja, Go Ahead Eagles is natuurlijk gepromoveerd op basis van een goede verdedigende organisatie. En in
fases voor wedstrijden. Ja, die spelers moeten allemaal een stap maken richting Eredivisie niveau. Maar dan zie je dat ook daar wel terug. Die Spanjaarden zijn een leuke toevoeging bij Go Ahead. Leuk verhaal deze week in de VI en op VI Pro. Ja, van collega Marco Timmer. Dus ja, ik vind dat Go Ahead, Cambuur en NEC ieder op hun eigen manier wel de zaakjes redelijk voor elkaar hebben. Alleen met dit soort teams moet je natuurlijk ook een beetje gaan vrezen. Van, nou, dat zie je natuurlijk vaak bij dit soort teams. Dan voor de winterstop, dan is het nog allemaal verrassend. Ieder team denkt op een gegeven moment tegen Go Ahead, oh, dan kunnen we nu ons eigen spelletje gaan spelen. En dan loop je op een gegeven moment het mes in. En na de winterstop, ja, dan is het verrassingseffect weg. Weet iedereen wat ze van je kunnen verwachten. Gaan ze daar wat meer op inspelen. En de vraag is, kun je dan ook nog gaan overleven? En ik denk dan zeker, hè, NEC daarvan hebben we al gezegd, oké, die weet zich wel goed aan te passen aan tegenstanders. En kunnen verschillende dingen tijdens wedstrijden. Cambuur is natuurlijk wel, ja, dat is veel van hetzelfde. Ja. En die zullen dat blijven doen de rest van het seizoen. Nou, als tegenstanders daar op een gegeven moment iets op vinden, ja, kan dat toch wat tricky worden voor Cambuur. En ik denk dat een beetje hetzelfde ook geldt voor Go Ahead. Het is wel een duidelijke speelwijze, één idee. Dat gaan ze iedere wedstrijd doen. Ja, dat kunnen we misschien op een gegeven moment tegenstanders ook doorhebben. Plus die hebben natuurlijk gewoon heel weinig kwaliteit in de selectie zitten. Wat natuurlijk ook een groot verschil is met bijvoorbeeld NEC, want nog wel een paar kwaliteitsspelers even kunnen binnenhalen. En Go Ahead ook nog een paar jongens die niet helemaal fit waren, die nog fit moeten geraken. Dus het zijn eigenlijk al een mirakel als die er überhaupt in blijven Go Ahead. Dus nou ja, dat zijn dingen die mee. En die krijgen natuurlijk in de winter krijgen altijd die clubs die dreigen te degraderen. Sparta of PEC, die gaan dan in een keer herstelwerkzaamheden doen. Clubs met vaak een iets groter budget dan die clubs die gepromoveerd zijn. Nee, ja, precies. In het geval van Go Ahead en Cambuur. Dus dan kunnen dan wel eens gekke dingen gebeuren. Ja. Het enige wat omdraait bij die clubs is 34. Hè? Dat hebben ze heel groot in de trainerskamer hangen. 34. 34 punten is heilig. Want dan ben je er doorgaans. Laten we kijken of dat genoeg is. Pieter, wij hebben het elftal doorgenomen. Ik wil nog heel even naar het programma van deze week. Want leuk om over de laatste wedstrijd te praten. Maar het is veel leuker om te kijken waar het we over gaan hebben komende maandag. Lekker programmaatje. Echt een lekker programma. Een paar lekkere derbies erbij. 16:30 op zaterdag al Feyenoord RKC Waalwijk. Go Ahead Heracles. Ja, wat je zegt, over derbies gesproken. Lekker potje. Heerenveen Ajax. Dan zeg ik op voorhand van, dat mag geen probleem zijn voor Ajax. Maar enerzijds heeft Johnny Jansen waarschijnlijk gezien hoe Utrecht het aangepakt heeft tegen Ajax. En Ajax mist een vliegtuig met Zuid-Amerikanen die wat laat invliegen. Dus kan dat spannend worden? Ja, alles kan, maar ik neem aan dat Ajax dat op basis van kwaliteit wel gaat winnen. En dat zag je ook vorig jaar wel in die wedstrijden tegen Heerenveen. Dat, hoewel er zat toen die hele moeizame wedstrijd bij met Scherpen die toen op doel stond bij Ajax. Maar over het algemeen heeft Ajax wel goede prestaties tegen Heerenveen. Het is natuurlijk ook een team met Veerman dat wel wil voetballen over het algemeen. Mm-hmm. En dat de defensieve organisatie van Heerenveen is natuurlijk helemaal niet zo goed als dat die van FC Utrecht is. Dus die basis waar ze op kunnen terugvallen is gewoon zwakker. En Ajax, ja, daar hebben we het vaak over gehad. Die brede selectie, nou, dat mogen ze nu al een keer laten zien. Ook met de vliegtuig Zuid-Amerikaan dat afwezig is. Is er voor Ajax geen excuus in Friesland? Geen excuus in Friesland, staat genoteerd. Nou, jij zei voorafgaand aan dit programma van PSV. Ze kunnen zich proberen in ons elfte van de week te spelen. Want die krijgen PEC Zwolle komende zaterdag. Ja, die willen ook voetballen natuurlijk, PEC Zwolle over het algemeen. Ja, dat is een wedstrijd die moet PSV met een paar vingers in de neus winnen. Zodat ze vast krachten kunnen gaan sparen voor Monaco later in die week. En Ajax daarna. Dus Smit kennende houdt hij ook al rekening met het programma wat er aankomt. Dus we moeten ook niet raar opkijken als er in een keer wat PSV's die bijvoorbeeld veel gespeeld hebben in de interlandperiode, als die of vroeg naar de kant gehaald worden of pas in de tweede helft erin komen. Ja, nou helder. Gaan we op zondag gaan we om 11:15 nog even kijken naar de uiteindelijke strijd. Misschien wel om plek 4 in de Eredivisie. Hè? AZ Utrecht. Twee ploegen die graag bij die eerste 4 zouden willen eindigen. Gaan eens kijken of AZ het lek inderdaad boven heeft. En of Utrecht nu een incident had in Amsterdam. Of dat ze het ook kunnen in Alkmaar. Interessant. Ja, en even voor de echte liefhebbers. Ja, NEC Vitesse, 14:30. Dat is natuurlijk wel. Het zal geen goed voetbal worden, denk ik. Hè? Nee, ja, dat wordt gewoon passie en strijd. En die aanloop is geloof ik al een paar weken bezig. Jij komt natuurlijk ook nog wel eens in Nijmegen. Als je daar door een Binnenkort Park loopt, dan kun je in één keer kun je een pop met een shirt zien hangen. Ja, aan het kijk, laten we dat even duidelijk maken. Het gaat wel echt te ver in sommige opzichten, hoor. Het is wel van beide kanten zijn er echt wel dingen gebeurd die niet moeten gebeuren. Maar ik was daar inderdaad voor Jong Oranje. Die speelde daar tegen Wales.
En ja, leuk dat die wedstrijd werd gespeeld. Maar het ging me over één wedstrijd. Of ik dan naar de clubfotograaf tegenkwam. Of de mensen die achter de bar stonden. Het gaat alleen maar om zondagmiddag. En daarom is het ook leuk dat die interlandperiode ervoor zit. 2 weken. Iedereen heeft zich hier op kunnen voorbereiden. Nou, de laatste keer was tijden geleden. Ik heb van de week nog een beetje naar die opstellingen zitten kijken van destijds. Maar dat was de periode dat Dario Dumic heel veel doelpunten maakte in de Gelderse derbies tegen Vitesse. Ja, dan zie je allerlei spelers voorbij komen die wel lang weer met z'n allen waren vergeten. Ook de Navarone Force zo van deze wereld. Dat soort types was het jaar natuurlijk met Hiballa als trainer bij NEC. Die uiteindelijk toen ook nog richting de play-offs ontslagen werd. Maar ja, Quincy Obuzubeyi zat toen in de selectie van NEC. Geweldig, om maar even een tijdsbeeld te schetsen. Ja, dat laat ook wel zien hoeveel er veranderd is sinds die periode dat zij in de KKD hebben gezeten. En nu, en collega Geert-Jan Jacobs, die zit de hele week in het spoor van die Gelderse derby. En die maakt er een mooie bladrepel voor. En ook op VE Pro in aanloop zul je van alles kunnen terugvinden over NEC en Vitesse. Dus ik zou zeggen, volg dat vooral. De Gelderse derby, een mooie reclame gehad. Ja, in de persruimte hebben ze daar dus een hele grote foto van een wedstrijd die NEC volgens mij met 3-2 won. En dan zie je dus ook nog die spelers, dat is weer een periode daarvoor. En dan zie je Boni en Prupper. En dat is fantastisch, joh. En, en dan zie je ook al die staf van NEC zie je echt voor die dugout staan. Want het is minuut 91 of zo. Al die supporters staan. Nogmaals, al die dingen eromheen, verschrikkelijk. Maar of dit nou in Arnhem of in Nijmegen is, dit zijn wel de lekkere potjes. Hè. We hebben het laatst al wat over de IJssel Derby. Dit zijn toch wel de potjes die net iets extra's geven. Ja, dat gaat een leuk voetbalfeestje worden. Dat is wel iets om naar uit te kijken. En maandag gaan we dat gewoon aan deze tafel allemaal bespreken. Ik weet niet of jij er bent of iemand anders. Dat gaan we maandag wel zien. Het is allemaal nog heel spannend. Dat weten we nooit. Of jij een keer verlof opneemt. Moet je een keer doen trouwens. Hè? Je bent alleen maar aan het werk. Nee, maar dat weten we niet. Maar komende maandag gaan we hier dus weer ons elftal van de week opnemen. Dat betekent dus dat we het hele weekend al die wedstrijden gaan bekijken. Dat we weer met allemaal statistieken en cijfers komen. En op VI Pro kun je dan het elftal van de week bekijken. Ik zou zeggen, neem even een abonnementje op VI Pro. Kun je dat zien. Kun je ook al die verhalen lezen die Pieter net benoemde. En van al onze collega's. En misschien kunnen mensen nog even discussiëren in de comments over wat hun elftal van het seizoen tot nu toe is. Ja, wij kunnen wel alle wijsheid in pacht hebben met al onze verslaggevers, statistieken en data. Maar ik denk toch, als je dit zit te kijken, dan denk je waarschijnlijk, ja, maar hoe kun je nou die niet in je elftal hebben? Ja, maar ik vind nog een betere vraag. Wie ontbreekt nou in het elftal van de week van tot nu toe? En dan, kijk, Anthony, dat is uitgelegd, die heeft nog niet genoeg wedstrijden gespeeld, dus dat geloof ik wel. Wie ontbreekt dan? Ook een beetje buiten die traditionele top 3. Wie had nou eigenlijk in het elftal moeten staan? Want ja, misschien dat Pieter dan de volgende keer als hij het elftal samenstelt, daar een klein beetje rekening mee kan houden. Heel erg bedankt voor het kijken, Pieter. Jij bedankt. Komende maandag dus weer op VI Pro. En voor al het andere, ga naar vi.nl en bekijk deze video's op YouTube. Dankjewel.